ze uit de bios. En het was een, hoe moet ik het zeggen, aparte film. Hij was sommige stukken wel goed, maar heel, hoe moet ik het einde noemen? We hebben studiedag, dus we lagen lekker laat nog in bed. Ik ben nu alle spullen aan het pakken. Ze gaat zo nu mijn moeder koekjes, of geen koekjes, cupcakes bakken. Dan ga ik die eieren meenemen. Ik weet niet eens hoeveel eieren. Maar wij hadden dat gekocht, maar ik had niet alle spullen om te gebruiken, zeg maar. En mijn moeder wel, maar ik had weer de ingrediënten, dus die moet ik dan wel meenemen. En ik moet dus even kijken wat ik aan eieren en zo mee moet nemen. Nou heb ik net nieuwe eieren gehaald, dus dat was wel handig. Want en ik moet laten zien wat er is. Ik heb de verpakking nog. Mag ik even laten zien? Laat maar zien wat er is gebeurd. Gisteren heb ik een sneetje gekregen. Oh jeetje, ja. Mijn netje. Ik dacht, het alweer, zit er alweer 4 eieren. Ja. Oké. Okay. En hier hoeft er geen eieren in. Nee, dus ik moet even 4 eieren nog pakken. En dan moet er echt heel veel mee sjouwen naar de auto. En ik heb een hele mooie. We moeten daarvoor nog even een paar dingetjes doen. En allebei gaat mee. Naar de kringloop brengen, glas wegbrengen. En al dat soort dingetjes eerst. Dus. Start maar. Goed zo. Zo, dat was echt een hele onderneming. We wilden de tuin uit. Maar ze waren de straat aan het maken, opnieuw aan het leggen voor onze deur. Dus dat ging niet. Toen konden we precies via onze buren er nog wel uit. Want daar waren ze dan net niet bezig. Ze stopten echt bij onze tuin. Maar ook naar de kant waar wij naartoe moesten lag alles open. Dus via de buurtuin zijn we om 3 huizenblokken gelopen om bij de auto te komen. Nou, een stukje waar je dus normaal echt een halve minuut bent. Daar hebben we nu 5 minuten over gedaan. We liepen ook nog eens met 7 zware tassen. Top joh, maar goed. We zijn er. We hebben het gehaald. We gaan nu even al die spullen wegbrengen. En als we echt alles mee hebben, dan zijn we nog redelijk op tijd. Maar als we een beetje tegen zitten, dan komen we dus wel echt te laat. Maar hier konden we niet echt veel aan doen. Soms heb je gewoon zulke onvoorziene omstandigheden. Ik denk dat oom ook al wakker is en opa. Dat weet je niet, dat zullen we vanzelf merken. Ik denk wel dat opa wakker is, maar ik denk misschien dat oom wakker is. Nou ja, want nu staat er weer een vuilniswagen voor onze neus stil met allemaal tegenliggers. Dus het is niet dat het heel erg mee zit. Hebben we net weer alles gedaan? Willen we wegrijden? In ieder geval, we hebben het glas overgeslagen. Kunnen we er weer niet uit? Echt zo'n ochtend, heel de ochtend al. Ah, kijk hoe lekker. We zijn weer thuis. Even snel spullen wegbrengen. Het was heel leuk. Mijn moeder die heeft allemaal oude fotootjes gekregen via familie. Familie die wat verder van ons afstaat, die we niet heel veel zien. En toen zat ik erin te kijken. Ik ga mijn portemonnee halen. En dan echt heel leuk. Deze foto. Dit zijn mijn opa en oma. En deze, echt, deze foto is zo verschrikkelijk oud. Het is ook echt, echt oud papier. En je ziet het. Hij is helemaal verkleurd. En ik hou echt zo van oude foto's. Dus deze heb ik meegenomen. En ik ga je dus ook weer zo'n vintage fotolijst verzoeken. Dus ik ga hem nu even meten. En als Sarah daar zwemles heeft, dan kan ik altijd dingen makkelijk tussendoor opzoeken. Dus dan ga ik hem even kijken of ik daar een goede lijst voor kan vinden. Dat vind ik leuk. Dan kan hij erbij in mijn hele fotogalerie. En dat zijn natuurlijk of foto's die ik zelf zwart-wit heb gemaakt. Maar ja, die originele zwarte foto's, dat vind ik natuurlijk helemaal het einde. Ik hou daar zo verschrikkelijk veel van. Dus even de maten nu opnemen. En dan weet ik dadelijk wat ik zoek. Hij is... Even kijken. Dan moet ik het plaatje echt uit... meten. Oh, dit werkt niet zo. Oké, het lukte niet met 1 hand. Zo is die 5,5 centimeter.
5 maal. En... en een half centimeter en hij is staande. Nou, we zijn weer in de auto. We staan bij het tankstation. Ik moet wachten tot ik aan de beurt ben. En we hebben hier de Slapper van Weekendmix op. Want vandaag is die wel iets beter, hè? Dit is iets minder stukje. Maar vorige week, wij zijn normaal echt helemaal gek op de Weekendmix. Maar vorige week werd het zo slecht gedraaid. Toen hebben we hem echt afgezet. Toen hadden we later weer aangezet. En toen vonden we hem weer stom. Maar nu... Nou, dan gaan we weer. Want tanken is tegenwoordig echt een crime hier. Het schiet echt niet op zo. Kijk. Zo moet ik proberen een paar liter erin te gooien. We zijn weer thuis. Zwemles ging echt waanzinnig goed bij Sarah. Heel fijn. Ik ze had cupcakes meegenomen, maar dat zijn er nog 6. En dan heeft ze er 2 voor ons bewaard. Even kijken of ik het makkelijkst uit kan halen. Zo. En wil ze er 4 meenemen, want dan hebben Mila de papa en mama. En zij en Mila er allebei 1. Dus even... Zij is de zwemspullen even aan het uithangen. Ja, jij bent klaar en ik ben klaar. Dus dan hebben we de tassen omgeruild. En nee, ga ik niet hier zitten, schat. Dan worden ze niet zo lekker. En dan gaan we naar Mila. Marco was laat thuis, maar die is net thuis gekomen. Dus ik ben aan het koken. Hij is even aan het douchen. En ik ben krieltjes aan het maken. En wat ik met krieltjes altijd doe, ik hak ze altijd kapot. Want dan krijg je dus dat ze allemaal van die lekkere bruine stukjes hebben. Ze worden gewoon lekkerder met bakken. Dus ik sta te hakken, allemaal kapot. Marco had in het begin, toen wij iets kregen, echt zoiets van, wat doe jij? Maar nu vindt hij het dus zo lekker dat hij zelf net zo fanatiek staat op de krieltjes als ik. Dus wij eten vanavond gehakte krieltjes en lekker biefstukje en snijboontjes erbij. Dat vinden we allebei altijd heel erg lekker. En we eten eigenlijk met biefstuk met Sarah. Want die krijgt dat nooit weg, maar die is ook wel gek op een stukje vlees af en toe. Dus die slaan we altijd over. Dus dat kwam wel mooi uit. Sarah is trouwens gewoon luxe uit eten. Ik sta zelf te koken. Kijk hoe lekker dit eruit ziet. En dit is dus allemaal door dat hakken. Ja? Gehakte aardappels eten wij. Mm. We zitten in de auto. We zijn natuurlijk samen. We gaan naar de bios. Ik vind heel de dag gelijk alsof de camera heel vers ingezoomd. Maar hij staat echt goed. Goed, ik ben dus met Marco samen naar de bios. Dat is ook echt leuk. En we gaan naar... Oh, heet die film? Oh ja, The Grudge. Zo'n film, ik wist niet eens dat hij er is. Daar zijn we net achter gekomen. Of wist jij het wel? Nee. Ja, ook niet. Dus, maar ik ben benieuwd. Ik heb dus echt geen idee wat voor film ik ga zien. Maar ja, we gaan het zien. Uit de bios en het was een, ja, hoe moet ik het zeggen, aparte film. Hij was sommige stukken wel goed, maar heel, heel, ja, hoe moet ik het einde noemen? Het was een, oh, even die auto in, een soort open einde. Open einde is ook niet echt het goede woord. Maar, hoe moet ik het einde noemen? Zo, dit nummer. Dat het nooit weggaat. Ja, je moet het zelf invullen, zeg maar, het einde. Dus hij was op zich wel oké. Maar ik weet niet echt helemaal wat ik van de film vond. Vond jij hem wel heel goed? Nee. Dat was gewoon wel grappig. Zo, dit nummer is trouwens echt te lekker. Deze heb ik echt grijs gedraaid vroeger. Down with love. Nou, opa en oma gaan lekker naar bed. Ik wil je bedanken voor het kijken en tot morgen. Doei doei!